ja, goeiedag iedereen. Vandaag hebben wij zomaar eventjes 1, 2, 3 boosterboxen van Unbroken Bonds. Ja. Verkocht aan bulkkorting, dus eigenlijk zijn we zoveel een mooi prijsje, hè. Dus, het is nu, gaan we beslissen wie dat welke boosterbox krijgt natuurlijk, hè. Uiteraard. Jens mag eerst beslissen. Dus Jens heeft de keuze tussen 3 boosterboxen. Ja. Kies maar, Jens. Dus gewoon nog eens kijken. 1 blijft misschien sealed, dat weten we nog niet. Dat weten we nog niet. Als Jens geen Didani GX trekt, gaat hij waarschijnlijk die andere ook openmaken. Die derde. Ik neem deze box. En nu, hè. Waar zou het deze kaart eigenlijk in zitten? Ik moet eigenlijk kijken waar dat deze kaart in zit. Meneer heeft hem. Ik heb hem al. Ik heb hem al op voorhand al een keer gekocht. Niet getreurd, want... Ja. Zomaar eventjes. Het tweede boosterpack. En uit de tweede booster van die boosters, wat poelen wij? Een mooie full art, erbij doen. Full art cherry, Rusty Rum en Cherry. Proper, hè? Moet kijken. Echt een mooie kaart. Echt nice. Ja, niet op die miauw stikt. Je ziet, dus dan, jullie herinneren misschien nog deze doos dat ik had uit de boosterbox. Ja, dat is waar. Maar nu moet ik een boosterbox kiezen, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, die, hè. Dat was de laatste nog wat geklopt, hè. Ja. Dan haal ik deze even uit, hè. In quarantaine, die hang in quarantaine. Oké, we gaan er aan beginnen, hè. Dus het filmpje zal bestaan uit 2 delen. In het eerste deel openen we de linkerzijde van de box. En in het tweede deel, logischerwijs... De rechterzijde, absoluut, hè. Ja. Wat hoop ik te poelen? Eigenlijk liefst in de Danny. Want die de Rainbow Charizard hoeft niet, of wat? Dat is natuurlijk... Ja, dan heb die pak al terugverdiend, ja. The seal is broken, beste kijkers. Ja, 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 bij mij ook. Vanaf zijn we misschien zoals... Zijn jullie, zoals je ziet, zijn we te gast bij mij thuis. Kijk, we smijten het weer weg, de plastic. Dus vandaar de misschien iets andere achtergrond. Maar kijk, dat, ja. Kijk, presentatie is alles. Oh, dat is echt waar. Kijk, maar er staat weer cijfertje op, hè. Welk cijfertje staat er bij u? Ah, oei, ik heb het al weggedaan. 259420. Kijk, voilà. Presentatie is alles, hè. Voilà, dat gaat mij geluk brengen. Ja. Dus we gaan weet beginnen, als wij vroeger als kind. Dus, wat? Battle, hè. Dus de linkse kant moet ik pakken, hè. Ja, de linkse kant. Ja, ja, ja. En vroeger, hè, stond dat zo in de winkel en kreeg ik 1 pack. Ja, ja, maar vroeger was dat zo, hè. Ja. Dus de rest gaat ook in quarantaine verlopen. Ja, hè, ja. De rest gaat dus de rest in quarantaine. Chaka. Oké. Dus, oké, we beginnen elk met een Sylveon pack. Ik denk dat dat altijd wel zo is. Dat en dan Charizard? Ja. Dat is de machine. Dat is gewoon identiek, hè. Ja, dat is de machine. Dat is identiek. Ja, oké. Okay. Laten we eraan beginnen. Heel spannend. Oké. Okay. Oké. Okay. En ik hoop dat we onze set kunnen vervolledigen vandaag, hè. Het zal moeilijk zijn, hè. Ik heb nog redelijk wat kaartjes tekort. Maar zoals je ziet, ik heb al 62 boosters geopend. En deze lijst moet ik nog allemaal hebben. Mm, dus, dat is veel, hè. Dat is veel, hè. En eigenlijk is dat niet zo leuk van Pokémon. Oei, ja. Ja, okay. Ja, 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 meneer heeft witte code. Oh. We zijn al goed begonnen. Oké, okay, ja, dat is een foutje van mij.
Electric Energy. Ah, dat kan duiden op een Danny GX, hè, Jordi. Maar, ja, de drie kaarten smijten we weg, bro. Oké, okay, we gaan eens dus kijken, hè. Samen de kaarten flippen. Ja. Drowsy. Ja, dat valt wel op dat we dat nu afspreken. Ratatatatata. Pikachu. Goldeen. Diglett! Ah? Diglett! Die heb je raar, die ga ik voorlopen hier al uit. Slowpoke! Een Gastly! Slowpoke! Ah, weet je dat er in de nieuwe set een Slowpoke en Psyduck GX tag team komt? Ah, nice, nice! Metal Core Barrier. De radar. Daar had Enzo de full art van. Ja, inderdaad. Die was er heel blij. Ja. Fire Crystal. Klaffa. Ja, nee! Ja, dat is goed. De Evolution Spray Set. Giovanni. Oh, Raichu Reverse. Maar Shadow! Ja, dat is ook er weer. Ja, dat is wel... Die nek nog niet. En? Ja, nu komt het. Allee! Dat weet je niet! Nee! First pack, nee, allee! Nee. Oh! Allee! Dus heeft die kaart nu drie keer, hè? Of niet? Dat is wel één die wat waard is, natuurlijk. Dus we kunnen hem nog verkopen. Had die drie keer effectief? Deze heb ik al drie keer. Oh! Dat is al jammer, nu ik. Gengar! Ah, die Gengar heb ik nog niet. Die heb ik niet. Dat is wel niet Hollow Gengar. Maar dat is geen probleem. Dat is wel al een goede kaart. Dus de gewone uncommons, die leggen we in quarantaine. Ja. Ik ga die in quarantaine leggen. Als we echt heel veel goede kaarten trekken, ga ik Diglett misschien wel weg doen, uw favoriete Pokémon. Ja. Die kaart is 6,5. Ah, ja, ik weet het. Ah, 6,5 euro waard. Nou, die mag jij voor mij misschien verkopen. Ah ja. 6,5 euro. Maar ja. Maar allee, drie keer dezelfde kaart, dat is wel jammer, hè? Maar het is ook drie keer één uit de boosterbox, één uit de blister en nu één uit de andere boosterbox. Ja, dat is natuurlijk dat is het risico. Ongeluk, hè? Dat is het risico, hè? Dat is het risico, hè? Allee, ben ik blij dat ik hem niet heb getrokken. Lief energie. Nee, ik moet hem ruil mee hebben. Maar ja, als jij nu twee wimps Persians trekt, dan... Oh! Proper zin. Ja. Rhyhorn. Froakie. Growlithe. Haron. Dat is... Kubo. Seal. Maar die hebben we al, hè. Bellsprout. Porygon. Ah, Gastly weer. Ik zal hem hier leggen. Dan denk ik altijd aan die Hoenier. Frogadier. Metapod. Welder. Die is het geld waard, hè? Maar dat is ook een goeie, hè? Ja. Faro. Graveler. Ah, maar ik moet een golem trekken. Een golem moet ik ook trekken. Die heb ik nog niet dubbel. Glykar. Ah, Reverse Fire Crystal. Ja, ja, ja. En nu? Vireplume Hollow. Oh, dat is wel leuk. Nog niet. En nu. Refirior. Ah, die heb ik ook nog niet. Die had er nog niet, hè? Nee, maar ik moet er echt nog veel hebben. Dat is echt leuk. Waar heb ik mijn andere kaart gelegd? Kijk, ik zal ze hier leggen. Tjaka. Voilà. Oké, ik weet niet meer wat dat mijn kaarten heb. Ah, daar? Nee, dat zijn die... Ah ja, oké. Ja, het is daar weggesmeten. Jent is nu aan het winnen. Ja, Jent is inderdaad nu wel aan het winnen. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld heb ik nu 10 boosters met niks in, hè. Heb je Pirewiet? Ja, dat kan wel. Als we een Honchkrow trekken, dan haal ik onze grasparkiet Pirewiet. Ja, laten we hopen dat je dat niet trekt dan. Ze maakt in mijn kaarten kapot in een Pirewiet. Maar dat zou hij graag doen hoor, ook aan de kaartjes bijten. Inkei. Ja. Okay. Carvanana. Caterpie. Tokepie. Clefairy. Espoor. Poliwag. Squirtle. Ekans. Rijhoorn. Metapod. Duskstone. Ferro, ah, die heb ik ook al getrokken, die heb ik al. Hunter! Ja, evolutieketting! Graveler. Strategy. Esper. Ah, Geodude. Ah, die heb ik ook al getrokken. En nu. Victibel, die heb ik nog niet. Ja, maar dat is wel een leuke kaart nou, Victibel. Ik ben al tevreden. Maar dat is wel al wijs, ik heb al twee kaarten dat ik nog niet heb. Kijk, maar ik heb er ook al veel dat ik nog niet heb, hè. Die heb ik allemaal nog niet, denk ik. En die Raichu heb ik wel al. Ik zal die hier leggen. Een Melmetal, die kaart moeten we ook nog hebben. Een Melmetal en een Lucario GX. Ja. Is niet zoveel waard. De volgende. Ik heb eigenlijk nog geen witte... Jawel, ik heb wel een witte code gehad, zeker. Eigenlijk al een holo... Ja, die holo van Gengar. Ja. Het is 1-2 in mijn voordeel. Oei, ja. Ik heb nog niet zoveel witte codes gehad. Zit nog maar één, hè. Nog maar twee, hè. Nu is de witte code bij u. Ja? Komt er niet! Hé, dat kan op een Whimsicott GX duiden. Hè? Ja, hopelijk niet. Jigglypuff. Venomot. Die heb ik nog niet. Een Venomot GX, hé.
Bellsprout. Miauw. Persian Jacks. Oh. Nee. Diglett! Ja. Poliwag. Ja. Purrgon. Hetmontop. Samsung ook. Shut die up. Heb ik nog niet, denk ik. Purrgon 2. Ah, hier is er een full art van en die is niks waard. Hè. Hoeveel is die waard? 320. Ah, oké. Okay. Dat gaat op schijn komen, hè. Ludrio. Toctic Reverse. Vikavolt. Ja. Nu komt het, Dat is ook een rare, hè. Oh. Doctrio! Blastoise. Ik had Blastoise dubbel, hè. Allee, Blastoise. Maar wel, ja, ik heb hem wel zelf nu getrokken, hè. Eigenlijk is dat niet zo erg. Ik heb hem toch getrokken, hè. Maar je hebt hem, hè. Hoeveel is die waard? Wacht. Ik dacht 4 als ik keek van morgen. Maar ik heb hem dubbel. 2 uit een Blastro. Ja. Kan die eigenlijk verkopen van nu, in mijn andere woorden? Ja. Nee, ja. Ik wel. Ah, hij kunnen wel hebben. Ja. Dus die gaan we hierbij leggen, hè. Dat is wel leuk. Leuk om te hebben, hè. Een Blastoise. Eigenlijk was het beter voor ons dat we geen Blastoise hadden trouwen. Ja, en ook beter dat die kaarten mochten wij eigenlijk niet trekken. Nee. Want die konden we ruilen. Ja. Maar, zolang dat we een Didani trekken of een Charizard, is het goed, hè. Nee, of... eigenlijk niet. Hij mag geen Didani trekken. Ik mag een Didani trekken. Oh, wat dat ja, natuurlijk. Want dan gaan we die derde boosterbox openmaken. En Blastoise is 4 euro waard. Ah, kijk. Chance... Dat we onze Nens werpen, hè. Rhyhorn. Electric Energy. Froakie. Growlithe. Aron. Cubo. Seal. Riolu. Allsprout. Gastly weer. Een Gast. Samsung ook. Metal Core Barrier. Porygon 2. Tentacruel. Dodrio. Ja, Ultra Forest. Poliwag. Reverse. En dan, we gaan een GX trekken, denk ik. Ah, nee. Butterfree. Jukon. Oh. Jukon. Ja, hier gaan we Charizard uittrekken. Ja. Kan niet anders, hè. 2 Charizard pack. Ja, 2 Charizard pack. Dat zou een keer nice zijn, moesten we elk gewoon een Charizard trekken. Ja, dat zou toch. Of dat niet? Kan, hè. Dat kan toch? Dat kan. Kan, hè. Het is geloof, hè. Dan stuur ik een mailtje naar de webshop om te zeggen dat ze ons de beste boosterboxen heeft verkocht. Ah. Ze heeft voor ons al 5 verkocht. Ja, dat is waar. Lief Energy. Litten. Sandal. Cookie. Nee, cookie. Salam. Zo is het, hè? Ja. Ja, niet enthousiast, Tangelaan. Koffering. Odish. Diglett. Wooper. Fairy Char. Tiskstone. Krokorok. Raticate, die heb ik nog niet, denk ik. Graveler. Ik heb al een combo. Strategy. Golbat, Reverse. Seal, Reverse. Ja, die had ik ook dubbel. Dus ja, maar ook al niet meer. Spijt mij. Agron. Die heb ik nog niet. Ja, hij ook nog niet. Nee. En nu? Reds Challenge! Oh. Ah, maar die had je dubbel ook. Ja. Ah, en ik kan het niet ruilen met je. Ja. Ah nee, maar eigenlijk dubbel en niet dubbel. Ik had hem hollow en reverse. Ah, dus je ging hem niet ruilen eigenlijk. Jawel. Ah, ging hem toch wel ruilen? Oké. Okay. Dat wist ik niet dat je dat ging doen. Voor de kijkers, we zijn het weekend naar Detective Pikachu gaan kijken. Geen spoiler. Ja, we mogen ook niet zoveel zeggen. Leuk. Nee. Maar het verhaal was... Niet zo diep gaan. Ja, maar ja, moet ook... Maar het is wel leuk voor liefhebbers van Pokémon, zou ik zeggen. Zeker kijken. Ja, zeker kijken. Maar bij Kinepolis koop zeker geen Ultra... Hoe noemt dat spel? Wat een? Ultra Laser. Ah, is... Laser Ultra. Ja. Dat zijn geen geld niet waard. Cottonee. Venomoth. Het is weer dezelfde. Maar nee, ja. Daarnaast, ook Cottonee, ja. Venomoth, Meowth. You dude. Dat is die machine Diglett. Purrgon. Poliwag. Greens Exclamation. Ah, dat is een goede full art. Ah, ja. 50 euro. Tyroak. Lieutenant Search. Happiny. Jigglypuff. Aron. Oh. En nu in. Mewtwo. Mewtwo speelt zijn een Pokémon. Belangrijke rol in de film. Hè. Ja, dat is wel waar. Maar we mogen niks verklappen, hè. Ludicolo. Maar het jammerlijke is wel dat we geen boosterpacks hebben gekregen, hè? Nee, van de Kinepolis. Er gaat nog een klacht naar de Kinepolis. Ja, maar ik heb al een mail gestuurd. Ik heb dan beweerd dat al mijn vrienden waren geweest met mij samen. Maar ze hebben dan gezegd dat het enkel in Brussel was. Die boosterpacks. Ah. Ja. Maar je ging niet altijd benzine verrijden naar Brussel? Nee. Dat zou verspilling geweest zijn.
Maar jij betaalt de benzine. Ja, ik moet toch afbetalen. Ik moet eigenlijk zijn auto afbetalen, ja. Mijn auto is al betaald. Ja, maar ja, onrechtstreeks betaal ik ook, hè. Hey, een Gasly. Een Gasly. Een Doduo. Tengela. Rijhoorn. Venonat. Meltan. Oh. Een nieuwe Pokémon. Ratatatata. Sparrow. Goldeen. Lickitung. Ah, die heb ik nog niet, denk ik. De bus. De lijn. Poggegeer. Ah, die een full art. Pukumuku. Molaini. Ja, wat die slechte full art. Togetic. Giovannis. Drowsy. Gengar. Ah, we kunnen ruilen. Ja, we kunnen ruilen. We kunnen ruilen, nu? Ja, ja, ja. En nu, hè, nu. Seeking. Victory Bell. Ja, maar dat is wel goed. Dat is goed voor mijn verzamelingen en zo. Ik heb die nog niet. Maar ik verwacht nog een GX. Ja, ja, tuurlijk. Nu moet er wel een GX komen. Nee, ja. Tuurlijk. Ja, dat zou wel erg zijn. Ik had 2-2 in de eerste twee packs, maar... Ik denk dat ik minder witte codes heb dan nu verlopen. Ja, het is 2-2, hè. Het is 2-2. Is het 2-2? Ja, 2-2. Oké. Okay. Darumuka. Je volgende. Darumuka? Darumuka. Litten. Sandra. Denkbaar. Salandit. Oddish. Koffing. Hooper. Diglett. Ja. Triple acceleration. Ah, daar had ik de full art van. Ja, 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 ja. Molaini. Energy Spinner. Giovanni's. Rhydon. Welder. Welder reverse. Dat is goed. Ja, goed. Froakie. Reverse. Crocodile. En. Wigglytuff! Met Jigglypuff! Ah, die heb ik al. Ik heb die al, Wigglytuff. De volgende. Volgende pack. De volgende pack. Twee kliks zwaar. Dat kan niet. Nee, die packs kan je eigenlijk niet meer wegen. Dus, en dat komt omdat de witte kaart meestal lichter is dan de groene kaart. Waardoor dat eigenlijk wordt opgehoffen, hè? Dat een boosterpack meer weegt of niet. Dus ja, ik heb nu bijna de kaarttrick te doen. En de kaarttrick gedaan, ja. Hooper. Wacht even, kalm, kalm. Hooper. Ik ben niet mee. Ja, Drowsy. Cottony. T-Bone. Hé, hier weer ook weer Cottony, Venomoth en nu Mia. Kijk. Oh. Molles, Sandal. En nu Q-Dude. Ja, het is zo! De wat was de naam? Ik weet het niet meer. Sandal. Ah nee, maar ja, nu zit het in de uncommons. Fair Charm Ability. Die machine is wel voorspelbaar. Chip Chip Ice Axe. Chip Chip Chip. Chip 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 zeker. Kleffa. Tyrook. Cure. Ah, die heb ik al. Ja, die heb je al. Daar kan ik er wel mee. Graveler. Raichu. Oh. Another one. Oh, die is wel wel waard. Blasifalon. Is die wel waard? Blasifalon. Ja, dat is een goeie. Er is heel veel vraag naar blijkbaar. We zullen eens kijken wat het doet. Goed in TCG. Je moet energiekaarten wegdoen van je hand, maar kiezen hoeveel. En per energiekaart dat je wegdoet van je hand, doe je 50 damage af. 82. Dus dat wil zeggen, als je 3 energiekaarten wegdoet van je hand, doet hij 150 af eigenlijk. Maar je moet wel natuurlijk 3 energiekaarten eerst op je aanval doen. Hè. Yes, ja, wat dat we nog vergeten vermeld te zijn, wat dat zeer goed is voor te poelen, is de Mew blijkbaar. Ah, waarom? De Mew is 4,50 waard. Dus dat is eigenlijk meer dan de meeste GX-kaarten. Wow. Dat is wel zot dat die 3 euro waard is, die lijn, hè? En die Mew heb ik nog niet, dus... Als je het dan een keer moet zien hoeveel dat hier ligt. En dat is in mijn huis, hè? Ja, ja, dat is in mijn meneer zijn huis. Nee, in Gino zijn huis, hè? Telde ja. Het niet, hè? Misschien hoe dat zien is een zot woord, bezig. Zubat. Porygon. Koffing. Froakie. De Duo. Aaron. Poliwag. Seal. Spirit. Bellsprout. Pioplablabla. Fairy Charm. Fire Crystal. Ice X. Tyroke. Cottony. Ah, een Growlithe. Annie. Oh! Annie, oh! Kijk, oh! Ja, het gaat allebei zijn. Perfect! Ik heb hem nog niet, hè. Ik heb hem nog niet, Jordi. Jordi, ik heb hem nog niet. Ja, dus... liever een Didanis, hè. Maar we hebben hem nog niet, hè. Ja, ik heb hem nog niet, maar kijk. Maar ja. Oh. En toen gaan we met schaapjes spelen. Ja, het is goed. Oh, lap. Dus, ja. Maar het scheelt dus voor allebei teleurstellend. Ja,
Het ja, voordeel we is... troost, we hebben troost. We hebben troost. Ja, dat is waar. Eigenlijk de pools gaan gelijk op. Ja, eigenlijk wel. Poolgewijs heb ik 3 euro meer dan u. Ja? Maar ik heb hem al, dus eigenlijk heb ik verlies. Ah ja. Het budget is 3 euro. En de heer van Jordi is 3,30 euro. Ah, 3,30 euro. Chaka. Ik was nog te denken dat we een Purge in de poolen van de... Ja, de kans. Wat hebben we nu nog niet van de bro, GX? Even spieken, vrienden. Ja, Venom op tegen je al, hè? Ja, de Full Art. Adam en Shadow met Champs ook nog graag hebben. Glamiao. Ja. De Glit. Ah, en Celestila. Ja, Ahmed, mijn broer heeft hem al. Ah, dus die wil ik niet. Polywerk. En Kai. Tangela. Tentacool. Odish. Chachot. Ultra Forest. Tyron. Duskstone. Martial Arts. Mr. Abyss. En nu Comet. Krabobinabel. Ja, ja. Sharpedo, die heb ik al in. En ik heb Krabobinabel ook al. Ai. En Piruit gaat een rondje vliegen. Kom maar. Piruit gaat ons helpen eigenlijk. Persian zou onze vogel opeten. Oei, dus je mocht hem eigenlijk niet trekken, met andere woorden. Ja. En ook nog geen full arts trouwens. Hè. Nee. Het is echt niet, hè. Jammer, hè. Zo, let's check. Drowsy. Magic zijn. Cubone. Ah, weer Cotton hier. Gevolg. Venonat. Venomot. Meowth. Q-dude. Ah, nu is het anders. Ja. Gevolg. Ja, Sandaal. Maar die komen af. Oh. Ja, doe maar. Ja, maar ik zit al aan de... Ah, Oddish. Metapod. Metapod. Leroy. Ah, dat wist ik niet. Je hebt eerst de commons dat je trekt, en daarna komen de uncommons. Thunder Reverse. Maar dat wist ik niet. Amai. Ja, ze weet je. Dus 4 commons trekt eerst altijd dan. 5. 5 commons. En 3. 3 uncommons. 3 uncommons. Een reverse. En dan een rare. Ah ja, dat wist ik echt niet. Nee. Metapod. Kogelstrap. Dus... Caterpie. Het is een GX. Oh. Nee. Oh. Jawel. Oh. Marcel. Oh! The Secret Art! Nice! Hé, maar dat is wijs. En toon hem maar aan de camera heen! Dat is wijs, de Secret. Een beetje naar daar. Ja, dat is een Secret Art. Ja, ja, en ze gaan dan opzoeken wat dat kost. En nu de mijnen. Hé, maar de machine. Ik heb een GX! Oh! Maar had hem nog niet, hè? Ja, maar ja, ik heb hem nog niet. Oh, dat is jammer. We hebben eigenlijk al 3 GX-kaarten. Het is wel mooi. 199 van de 214. Ik vind dat wijs. Dat is wel een mooie kaart. Acme of Heroism, 100 Blows, Impact en Revenge. Dat is wel wijs, hè. Dus waarschijnlijk gaan we nu geen GX meer trekken uit dat stapeltje, hè? Normaal niet. Of nee. Nog een holo. Dan een holo kunnen we ook nog trekken. Normaal gezien is 3 kaarten per stapel. Ja. Bij Jens is het 7,5 uur. Jens, ik heb iets verklapt. Oh, met de koren. Spannend. Het zal wel een holo zijn. Het is wel een mooie opening. Ja, het is een mooie opening. Ja, het gaat goed. Ja, voor u wel meer eigenlijk, hè, dat het goed gaat. Maar wij nog altijd in de ja, Sandshrew. Murkrow. Oddish. Misdrivis. Salandit. Charchabook. De Beurs. Torquet. Surprise box. Letten. Glazel. Die heb ik nog niet. Oeh. Ah, jij nog niet. Incineroar. En Porygon. Die heb ik al 3 keer. Ah, die had ik nog niet. God, zo enthousiast. Ja, die had ik wel nog niet. Ik ben wel content. Ik ga die hier leggen. Er resten ons nog 4 packs. 4 packs. Sylphine Gardevoir. Ja, die gaan we nu trekken, hè. Dat zou wel zot zijn, nog een GX. Dat zou onverwacht zijn, hè. Want jij denkt dat dat hier niet gaat gebeuren, hè. Jawel, dat kan wel, maar dan ga je misschien een minder een 2,5 zijn. Ah, ja, ja. En dat is voor de kijkers niet zo interessant, natuurlijk. Want er stond iets op Facebook. Ja. Er had iemand in zijn eerste 25 packs niks getrokken. Ja. En alles in de laatste 10 packs. Molle! Ja. Zot, klam jou. Litten. Diklet. Poelier. En Kyla. Tentpool. Fairychild. Poelierwurl. Vluchtje spray. Surprise, moet eerlijk zijn, ik denk dat ik iets glad gevoeld aan mijn kaart. Arcanine. Crocodile. Oh. Die heb je al dubbel, die kunnen we ruilen. Oh. Ik ga gelijk. Nee. Rhyperior, maar ja, die heb ik nog niet. Dat zit. Ah! Electric Magic Mana. Hoeveel is die waard? De assistent gaat op onze wifi. Wow. Jens, ik leg het maar netje krijgen. Trek toch nog altijd liever deze? Ik weet het niet.
Allee, maar zo mooi. Maar natuurlijk, jij hebt hem al in de gewone Jacks. Ja, ik heb hem al in de gewone Jacks. Wow, dat is wel een coole kaart. Is hij aan het winnen, hè? Nu ben ik wel aan het winnen. Wow. Hoeveel is hij waard? Oké. Dat is wel een leuke kaart. Er is daar iemand heel veel lawaai aan het maken op de achtergrond. Hoeveel? 12 euro. Wow, 12 eurotjes. Voorlopig heb ik nog altijd liever mijn box, want in uw box ik had ze al allemaal, die drie, hè. Ja. Ah, nee. Eigenlijk is het jammer dat ik de track die hij al had, hè. Maar ja. Elektric energie. Maar ik ben nog content. Ratatatatatatata. Pika. Goldeen. De kleut. De pook. Ik ken nog altijd niet de slowbro. Right on. Kogelstra. Green. Powerplant. Tiroge. Hunter. Sandel. Oh! Een Ductrio! Oh nee! Nee! Oh. Oh! Oh my god! Die is 50 euro waard! What the fuck? Wow! Man, een box en al, hè? Hé, hey, dat is wel zot, hè? Wat een box. Dat is wel een zotte box. Dat is echt wel zot. Wat een box. Hij is wel nu aan het winnen met een ding. Ja. Hij is wel aan het winnen. Totaal zeker meer dan 6. Amai. Zo boxen. Dat is wel zot. En de rainbow moeten we nog trekken. Oh. Bij een volgende video. Jordi, ik kan hem in principe niet meer. Oh. Nee? Jawel toch? Jawel. Ja. Op mijn vorige box had ik dat. Een rainbow, een secret en een full art. Ja? Ik had al boxen gehad dat ik maar één full art had ook, dus... Oké. Okay. Maar die in Greens Exploration is wel zot. Een zotte pool, hè. En wat kan die eigenlijk? Je kunt die kaart maar alleen spelen als je Pokémon geen abilities heeft ofzo. Ja. Huh? Dan kun je deck twee trainerkaarten zoeken en ze tonen en in je hand steken. Amai. Sandshrew. Murkrow. Oddish. Misdreavus. Salutant, Kefleur, Torkoal 2, Marshall, Sparrow, Hypno, Malamar, ja, en ik had hem drie keer dubbel. Oh. Ik ken nog maar één holo. Lastpack Magic! Ah ja, ja. Je moet maar één pakje doen, hè, Angel? Ja, ja, ja. Eén pakje, hè. Ik ga erbij, ik ga erbij. Ja. Heb je welke art? Is Charizard art? Nee. Melmetal art. Spannend. Spit, krijg hem niet op. Ja, maar het is raar, ik versta ja. Dat wel. Ik begrijp dat. En voor hoeveel heb je gekocht? 3 euro per 4 euro en half. Dat is wel al veel. Oeh, hè? Dat is wel veel, ja, hè. Dat was in de Supra, hè. In de Supra. In de Supra. Maar ja, de Supra, dat zijn de 3 hier, we hebben gekocht op Cards of Wonder. Ja. Zeer goede service. Altijd goed geleverd, mooi gepakt. Carvana, na. Dan kun je weer die dame op de zijkant. Ja, ja. Dat is Camila Cabello, hè. Uw dame? Maar ik kon Kalissie moet je er ook eens op zetten. Kalissie. Ah, ik moet de kaart. Ja, de kaarttruc. Maar wij krijgen ze de code. Male, Chaka. Carvan, na. Oké. Ik heb tijd, ze. Zal dat ik verlof heb gepakt? Ik ben in rust vandaag. Tokkepie. Nee, ik zeg het niet goed. Nou, de eerste was al weg. Ja. Oh, Caterpie! Dat is voor Clefairy. Oh. En nu ga je Cottonee, Venomoth, Meowth. Ja? Ja. Nee. Squirtle. Maar die komen misschien van een andere machine. Ja. Squirtle. Ekans. Ja. Carvana, na. Ja. Rijhoorn. Let's go. Met de Corbeier. Triple Energy. De beurs, de lijn. Fire Crystal. Ah, die komen ook vaak naar elkaar. Chip Ice X. Fire Crystal. Wacht dat al! Melmetal. Oh, de Fluxion Spray. Spannend. Salendit. Spannend. Alle drie tegelijk. Ja. 1, 2, 3. Oh! Last Pack Magic heeft niet geslaagd. Maar ik heb nog een holo eigenlijk. Ik heb hem al drie keer. Eigenlijk geen zorgen, hè. We hebben echt een goede opening gehad, hè. Ja. Mij met mijn golden en hij met je Greens Exploration. Dus dat is perfect, hè. Ja. Heel goed. Dus iedereen heeft de code? Ja. Zo. Dus we kunnen eigenlijk afsluiten als een super geslaagde echt zeer goed, opening. Hè?
Dus we kunnen nog altijd de rainbow kaart trekken eigenlijk, hè? Maar Jordi heeft meer kans dan mij. Nee, je moet dat niet zeggen. Dat gaat wel lukken. Dus like, subscribe en... share, hè? Voilà, tot de volgende keer. Tot straks.